bij Verhuurcentrum Brielle bij Kevin Roes. Wederom de winnaar van de eerste prijs en de bokaal. Nou, hij moest hem eventjes uit zijn eigen locatie halen, want hij is namelijk een herhaling. Kevin, hartstikke gefeliciteerd met de prijs, met de eerste prijs. Alsjeblieft. Ik hoop dat hij weer een goed plaatsje gaat krijgen. Zeker weten. En ik wil je bedanken voor al het enthousiasme wat je eigenlijk weer teweeg hebt gebracht. Met ja, je gekkigheid op het water, met je gekkigheid aan in de voorbereidingen. En nou, ik ben benieuwd waar je volgend jaar mee komt. Of over 2 jaar mee komt. Ja, nou, die staat al klaar. Oké. We gaan het zien. Dankjewel. Ja. Ruud, welkom bij Verhuurcentrum Brielle, de prijswinnaar van... eigenlijk weer het grootste evenement hier op het water, op het Brielse Meer. Ik wil je hartelijk feliciteren met de tweede prijs. Wat we eigenlijk hebben gegeven, omdat je boot zo fantastisch mooi was versierd. Strak, zeiden ze, met mooie verlichting. Ik heb begrepen dat het een van de laatste boten is die van de werf is gekomen. Of in ieder geval die je vader nog heeft gebouwd. Superleuk. Door jullie zijn er ook weer heel veel andere boten eigenlijk het water op gegaan, want die waren toch een beetje getriggerd. Dus ik wil je ontzettend feliciteren met de tweede prijs. Ik geloof dat je al een keuze hebt gemaakt. Klopt, ja. Wat je wilde doen. We wilden graag het etentje. Ja. Het etentje, oké, ja, want de sloep. Ik bedoel, met zo'n mooie boot hoeft dat natuurlijk niet. Ja, dat is... er waren nog wat andere keuzes, maar ja, het etentje bij Brielle is natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat je volgende, of eigenlijk over 2 jaar weer mee wilt doen. En ik wil je hartelijk feliciteren. Ja, absoluut. Ja, dankjewel voor het meedoen. Er zitten boordevol ideeën voor over 2 jaar, dus we zijn eigenlijk al vastbesloten om Kevin van de eerste prijs af te gaan helpen. Kijk, dat is een goed teken. Ja. Dus ik weet niet of het gaat lukken, want ik kan al los, maar het is wel een mooi streven. We gaan ons best doen. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel. Eerste prijs gewonnen in de verlichte vlootshow, Brielle. Ja. Hoe voelt dat? Ja, hartstikke leuk. Ja, we hebben flink uitgedost dit jaar. Het is, ja... Ik ben een watersporter in hart en nieren, dus ja, we moesten wel weer meedoen natuurlijk. En ik hoop dat de strijd ook een beetje losbarst voor over 2 jaar. En, dat er nog meer uitgedost wordt door andere boten ook. Dus... Ja, want jij hebt hem vorig jaar ook gewonnen? Ja, 2 jaar geleden hebben we hem ook gewonnen, klopt. Toen hebben we ook wel aardig uitgepakt en dit jaar zijn we er wel wat overheen gegaan. En over 2 jaar gaan we weer proberen om het te overtreffen. Ja, het scheelt natuurlijk dat je zelf in materiaal zit voor schepen en boten en ook voor verlichting. Ja, we hebben alles op basis van watersport. Leveren wij alle soorten en maten spulletjes. Dus ja, dat is al wel een klein stukje voorsprong. Dus, en het verleden, het licht en geluid wat ik gedaan heb, daar heb ik nog wel wat contact in. Dus, ja, nou duidelijk. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We hebben nog even een verrassing voor jou, want we willen je toch bedanken als organisatie van het Brielse Meer Spektakel, omdat jij in de week vooraf gaat aan het hele evenement ook nog eventjes vader bent geworden tussendoor. Ja. Dus wij vonden het natuurlijk fantastisch dat jij in de running bleef en nou ja, net zo gek bleef doen als altijd. En, maar ja, het was best wel even horden lopen denk ik voor thuis en voor jou. Dus wij willen je eigenlijk namens de organisatie, alle mensen van de werkgroep, willen we je alvast een knuffeltje aanbieden. Wat leuk. Dit is het knuffeltje van Villa Joep, zou ik zeggen. Nou, jou ook niet onbekend. En daarnaast gaan we jullie nog verrassen met een weekendje uit. Dus dat komt eraan en ik wil je hartelijk bedanken voor je grote inzet voor het Wilson-Wins Spektakel. Ja. Hartstikke leuk, dankjewel. Die gaat op de kamer bij de kleine. Leuk hè? Ja. Ruud, gefeliciteerd met het behalen van de tweede prijs van de vlootshow en dan wel de verlichte vlootshow. Dankjewel. Dat is het eerste jaar dat je meedoet? Het eerste jaar dat we meedoen. We zijn 2 jaar geleden wel eens kijken, maar toen hebben we niet meegedaan met de verlichting. Dat klopt. Ja, en de boot verlichten, is dat lastig? Ik moet eerlijk toegeven dat we heel blij zijn met onze tweede prijs, want we hebben er eigenlijk niet eens zo gek veel tijd in kunnen steken. Ondanks dat ik zelf ook in de watersport werkte, heb ik eigenlijk vrij laat gehoord of doorgehad dat het was. Maar ja, we hopen wel volgend jaar of over 2 jaar meer werk ervan te gaan maken. En, echt meer met een thema en alles. Maar ja, we zijn blij dat het goed bevallen is zover. Ja. Wel. En heel veel lol in gehad ook. De Fletcher Christian. Gebouwd door mijn vader en ook ontworpen door mijn vader. Wij hebben zelf hier achter in de haven in Brielle altijd een jachtwerp gehad. Daar zijn we in 2001 gestopt. Mijn vader was inmiddels al gepensioneerd. Ik werkte er met mijn broer samen. Maar ja, hij had een zeilboot waar hij mee voer, maar gezien zijn wat hogere leeftijd wilde hij toch iets voor als hij zou stoppen met zeilen. En dat is uiteindelijk dit scheepje geworden. Ja, op zich wel knap, want hij heeft hem nog gebouwd op de werf, terwijl de werf in principe gestopt was, maar de ruimte was nog beschikbaar gesteld door de kopers. En hij heeft hem op 74-jarige leeftijd nog gebouwd, dus op zich een hele prestatie. En heel modern, want het is ook helemaal elektrisch varen, dus dat was... 2004 is hij in de vaart gekomen, op zich voor die tijd best wel vooruitstrevend te noemen, denk ik. En mijn vader die is helaas overleden in 2008, maar sinds die tijd vonden wij het leuk om toch het bootje in stand te houden en ermee door te blijven varen. En ja, met heel veel plezier. We hebben de Miro net achter de brug, is onze vaste ligplaats in Brielle. En we hebben het uitstekend naar ons zin ermee. Ja, en over 2 jaar weer de vlootschap? 2 jaar gaan we ons uiterste best doen om Kevin van de eerste prijs af te helpen. We zijn vastbesloten.